Hola lieve mensjes, welkom terug bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en vandaag ben ik officieel een jaar YouTuber. Ja jongens, ik doe dit gewoon al een jaar. De tijd vliegt. Wow, wow, wow. De tijd vliegt echt. En om dit te vieren heb ik een super leuke giveaway voor jullie. Maar dat vertel ik wel aan het einde van de week. Want vandaag is het namelijk ook één dag voor Jeremiah's verjaardag. En ik moet nog van alles gaan halen. Ik ben nog steeds niet klaar. Als jullie vorige week de vlog hebben gezien, dan hebben jullie gezien dat ik echt... alleen maar bezig was. En ja, vandaag ga ik de laatste dingetjes halen. Morgen heeft hij een klein feestje. En die begint al best vroeg. Dus ik wil niet nalatig dingen gaan doen. En ik wil gewoon niet nalatig zijn. En op het eind alleen maar stress hebben. Zo, ja. Ik ga als eerst... even naar Amstelveen, Stadhart. Want ik heb geen zin om naar de stad te gaan. Want ja, jullie weten het. Het is altijd gezeik daar met het parkeer. En ik ga sowieso met de auto. Ik ga niet met het openbaar vervoer. Want ik heb gewoon nog superveel te doen. Wat jullie moesten weten. Ik heb het echt hartstikke heet. En dan heb ik ook nog deze kooltrui aan. Maar ja... dat dus. Ik ben even snel mijn schoenen aan het aandoen en dan ga ik uit huis. Ik hoop dat ik jullie vandaag in ieder geval mee kan nemen. Want door alle drukte heb ik vorige week niet echt alles gevlogd. Dus vandaag ga ik het beter doen, jongens. Tot straks. I like this one. What did you say? Ik dacht twee dat we dit. Ik vlog toch nu. We hebben hele volle kaart, jongens. We gaan nu afrekenen. Zo jongens, we zijn thuis en we zijn druk bezig hoor. Ik ben ook erbij. We got candies for day. Ja, jij moet gaan douchen. Hey. Kijk deze twee. Eeuwig spelen. Spelen. It's going. Let's go. Let's go. Een hele goede dag jongens. Ik heb niet echt gevlogd wat ik allemaal deed. Maar het is vandaag dinsdag, Jeremiah's verjaardag. En ik heb eindelijk alles klaar. Ik ben ook al aan het snoepen. Deze pannenkoeken zijn zo heerlijk. Maar goed, het feestje is al begonnen. Ik ga jullie even een beetje meenemen hoe alles eruit ziet. En dan gaan we lekker feesten. Ik hoop echt dat Kiani komt. Ik hoop het. Kiani. Jeremiah, hallo Jeremiah. Gefeliciteerd. Ik ben niet Jeremiah. Oké, jij was Jeremiah. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. En je was 66, 666, 6.000. Nee, 50. Oh, 56. Oh, nou, hartstikke leuk. Zeg Jeremiah, hebben deze mensen al voor jou iets gezongen? Hebben ze al iets gezongen voor jou? Nee. Want eigenlijk zing ik, nu de allerleukste verjaardagliedjes van de hele... wereld. Misschien moeten we dan even samen met Jeremiah wat zingen. Wat in de aarde, toch? Maar ga maar even zitten. Ik ga beginnen en dan gaan jullie meedoen, oké? 1, 2, 8. Nee. 1, 2, 27. Nee, 5. 1, 2, 589. Nee. Ik heb het weer gevonden. Dus 3. Bij 3 ga ik zingen. 1, 2, 3. 2 pistolen. Ik bedoel het natuurlijk uit. 2 schoenzolen. Ook geen schoenzolen, bloemkolen, gladiolen, violen. Ja, dat was dan niet altijd. Violen. Dan gaan we violen. Als je het rommeltje open doet, hè, dan zit daar beschuit in of koek. 2 violen en het rommeltje met koek. Want Jeremiah die is jarig en Claudia is op bezoek. Oké, deze kennen jullie niet, hè? Nee, dan doe ik een andere. Ik kijk ook nog eentje over een koek. Koetje, ma, pauw. Een pauw. Een koe zegt toch geen mauw? Hoe zegt moe? Ja, maar niet. Oh, wacht, ik denk dat de boer. Ja, de boer zegt koe. Ja, en de boer zegt mauw, maar dat liedje ga ik anders zeggen. Maar ja, ik weet het wel. Happy birthday to you. In de wei staat een koe. En die koe zegt moe. Moe. Je zegt er geen moe tegen een jarige. Dat kan je niet doen. Nee, deze koe zegt I love you. Happy birthday to you. Boe boe. Nou, dan wist je niet dat het de koe... Oké, jullie kunnen niet zo goed zingen, dat geeft niks. We gaan gewoon wat anders doen. Want ik kan jullie kan niet alleen maar heel goed zingen. Ik maak ook de allercoolste feesthoeden van de hele... wereld. Ik ga voor jou een feesthoed maken. Hola jongens, het is de dag na Jeremiah's feestje. Hij vond het super gezellig en leuk. Hij was echt blij met al zijn cadeautjes. Hij is ook echt hartstikke erg verwend. En ja, ik was echt kapot. Ik was zo kapot. Mijn enkels waren op een gegeven moment echt hartstikke dik geworden. En ik kon niet meer normaal lopen, dus... Ik had niet alles echt goed opgeruimd. Ik moet nog dweilen. En de spulletjes goed terugzetten op hun plek. Maar ik ben eerst gewoon lekker lang in bed blijven liggen. Uitslapen. Hij heeft me ook gewoon lekker laten liggen. Volgens mij horen jullie hem ook gewoon nu. Hij is in zijn kamer achter zijn PlayStation. Die hij heeft gehad van mijn vriend. En ja, hij is gewoon echt verwend. Hij heeft ook baby gehad. Deze jongen is zo blij, jongens. Hij is zo gelukkig. Dus ja, hij gaat er niet de hele tijd op. Hij vraagt me wel netjes of hij erop mag. Dus hij weet gelukkig gewoon hoe het hoort. Ik hoef niet te stressen, want eerst was ik echt bang voor. Ik zei tegen mijn vriend nee. Ze dacht dat hij alleen maar in de kamer wilde blijven. En achter de tv willen zitten, alleen maar op de PlayStation. Dat is niet de bedoeling. Maar dat doet hij gelukkig niet. Oh, sorry hoor, ik lijk nu echt super lui, maar ik ben echt dagen bezig geweest. En vandaag heb ik eindelijk een beetje kunnen uitrusten. Mijn vakantie zit er ook weer bijna op. Dus daar zie ik ook zo erg tegenop. Maar ik zat te kijken, want ik moet volgende week 2 dagjes werken. En daarna heb ik weer 2 dagen vrij. Ik zat te kijken of ik die 2 dagen gewoon even verlof kon nemen. Zodat ik ietsje langer vrij was. Want ik heb niet echt goed uitgerust, weet je. Maar goed, kijken jullie niet naar mij hoor. Ik lijk op een ziekjesani nu. Omdat ik gewoon de hele dag in bed heb gelegen. Ik ga straks opstaan. Ik even dweilen, het huis goed dweilen. Alles terugzetten op zijn plek en dan ga ik douchen. Maar goed, vandaag ga ik lekker helemaal niks doen, you guys. Helemaal niks. Lekker niks. Gelukkig moet ik niet super veel meer opruimen. Alleen dweilen en dingen terugzetten op de plek. Maar voor de rest, lekker niks doen. Gewoon wat lekkers eten. Kijken wat er allemaal nog is overgebleven. Was ook niet meer zoveel. Want iedereen heeft voor alles meegenomen naar huis. Dus dat. Ja, ik vind dat ik nu al veel te lang doorratel. Dus ik pak jullie hier straks weer bij. Laters. Zo jongens, het huis is weer heerlijk schoon. De kaarsen staan weer aan. Wierook. Yes. Nu ga ik lekker chillen op de bank. TV kijken. Even wat lekkers eten. That's it. Zie jullie morgen. Hallootjes. Het is vandaag donderdag. En het zal vandaag eigenlijk ook gewoon een hele dag binnenzitten dag worden. Maar guess what? Ik wil niet koken. Ik wil niet koken, dus... ik ben net klaargemaakt en Jeremiah is ook al klaargemaakt. Dus we gaan naar mijn moeder. Ik hoop dat zij gekookt heeft. Want net toen ik er vroeg wat ze zou gaan koken, zei ze nog, weet ik niet. Hoe weet je dat niet? Hoe weet je dat niet? Je hoort gewoon te koken, mama. Maar goed, we gaan kijken. We zullen het zien. Ik ga zo echt niet koken. Dus ja, dat gaat hem worden. En mijn moeder heeft echt in Jeremiah zijn hoofd gezet. Dat elke keer wanneer wij naar daar gaan, dat hij met zijn... motor, brommer, weet ik veel wat dat ding is, moet gaan, zodat hij gewoon nog ervan kan genieten, want hier gaat hij er nooit op, alleen maar binnen en buiten niet echt. Dus dat moet ik ook nog gaan meesjouwen straks. Heel irritant. Maar goed, ik ga even snel mijn tas pakken, schoenen pakken en dan... We're ready to go. Zoals je ziet ben ik super comfy. Weer in mijn joggings. Because ik heb er geen zin in. Nog steeds niet. En zie ik er volgens jullie een beetje uitgerust uit? Niet echt, maar ik heb echt goed geslapen. Heel goed geslapen. Lang geslapen. Goed uitgerust. Dus de girl is weer 100%. Wat doet die kat nou weer in mijn tuin? Maar goed, ik pak jullie er zo weer bij. Jongens, weten jullie wat is dwingen? Kijk, ik kan nu wel wegrennen. En ik moet dit hier sjouwen. Hola jongens, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. En ik ben weer eens onderweg. Niet om iets bijzonders te doen of zo. Ik ben gewoon onderweg naar mijn moeder. Ik was, ja, eigenlijk was ik gewoon de hele tijd thuis. Niks bijzonders aan het doen. En ja, ik ga gewoon even chillen bij mijn mama. Er is ook echt, deze week is er niet bepaald veel te doen. Of het ligt aan mij. Ik heb niet echt zin om veel te doen. Dus ja, dan is het al wat minder. But yeah, morgen heb ik weer een feestje van mijn nichtje. En weet nog niet 100% zeker als ik ga. Misschien stuur ik Jeremiah wel gewoon met mijn moeder. En wat nog meer? Zondag wil ik eigenlijk naar het terrasje. Waarom rijdt die man zo hard achter mij? Dat is even normaal, man. Zondag wil ik eigenlijk naar het terrasje iets eten weer buiten. Of naar de IKEA. Ik moet even kijken wat het gaat worden. Maar ja, jullie zien sowieso wel wat het gaat worden. En ja, dat. Anyway, als ik vandaag nog iets interessants ga doen, dan pak ik jullie er sowieso weer bij. Ook al is het niet interessant, zal ik er ook denken om jullie weer bij te pakken. Ik lust echt iets lekkers op, man. Goed, ik heb geen zin om veel te rijden. Dus we zien wel. Tot straks. Tijd voor een lekker ijsje. Nou, ik heb een heerlijk ijsje van Da Vinci ijssalon. Ik heb 2 bolletjes kokos en 1 pistache. En deze vrouw heeft een horentje. Dit is het weer voor vandaag. Lekker genieten van mijn ijs. En een beetje wandelen. Echt een hele saaie dag. Maar goed, deze dagen heb je er ook tussen zitten, hè? Wat ga jij doen? Deze vrouw is gewoon niet serieus. Kijk maar. Loop op toe. Nee. Loop op vinger. Zo, maar je moet met 2 benen. Allebei tegelijk. Ze kan niet eens springen, jongens. Ik kan het wel. En daar terug. Ik ga stuk. We gaan zo spelen daar. Echt zo niet serieus. Ik ga echt niet hier aan meedoen, hoor. Ze gaat gewoon door. Ze gaat gewoon door, let op. Maar als je valt, hè? Vind je dit normaal? Nee hoor, ik doe niet mee. Ik doe niet mee. Nee, ik ben moe. Ik heb er geen kracht voor. Ik ga gewoon weglopen zonder haar, hè? Ik ga gewoon echt weglopen zonder haar. Vandaag heb ik er de kracht niet voor. Wat zei je? Ik loop weg zonder jou. Kijk, we kunnen dit ook doen. Die downboard. Waar vindt zij deze energie? Waar vindt zij deze energie? Nee, I'm tired. I'm tired. Wel lekker groen hier, hoor. Maar ik wil zo snel mogelijk naar binnen. Kan ook via die kant. Ik ga hier. Je wil me alleen maar langer laten lopen. Hier is wel mooi, jongens. Hola, jongens. Het is vandaag zaterdag. En Jeremiah en ik zijn helemaal klaargemaakt om zo meteen naar het feestje te gaan van mijn nichtje. Volgens mij zijn het 2 nichtjes die allebei meteen een feestje samen vieren. Maar we zijn nu nog even aan het wachten, want mijn moeder is nog niet klaar. En we gaan ze daar ontmoeten. Maar ja, ik heb gewoon geen zin om lang te wachten, dus dan gaan we straks pas uit huis. Wat is er? We zijn echt helemaal ready, maar ik kan hier echt niet tegen. Ik hou niet van het, als wij er klaar zijn, dat we nog lang moeten wachten. En ik heb geen zin om daar lang te wachten, dus dan blijf ik liever thuis wachten. Ga je wijzen dat we hetzelfde aan hebben? We got the same t-shirts, twinnies. Wij zijn tweeling. He match my fly. Goed, onze shirts zijn van Calvin Klein. En voor de rest heb ik gewoon een jeansbroek aan van de Sarah. En oversized blazer aan van de Sarah. Auw, je trapt op mij! Sorry. Jeetje. Waarom heb je ook geen schoenen aan? Waarom zou ik nu schoenen aan? Want ik heb toch ook schoenen aan? Ja, jouw schoenen zijn nieuw. Daarom mag je het vandaag even binnen aan. Maar anders had je ook gewoon geen schoenen aan. Maar je meteen doet nu echt heel erg pijn, hè? Sorry. Sorry. Auw. Sorry. Maar goed, dat dus. Ja. Yeah. Just waiting. Met mijn cakeje. Van mij. Nog van Jeremiah's verjaardag. Moet je op? Zie jullie straks. Jongens, we zijn toch maar uit huis gegaan. En dan gaan we gewoon even eerst naar het supermarkt. Even een paar boodschapjes halen. En dan gaan we daarna naar het feestje. Ik had niet gevlogd op het feestje, maar we zijn al thuis. Het was even gezellig en we zijn nu lekker thuis aan het eten. Ik had gelukkig gekookt voordat ik uit huis ging. Dus we zijn nu lekker aan het eten. Daarna gaan we lekker douchen en tv kijken. Dus het morgen weer de dag. Anyway, ik ga verder eten, dus ik zie jullie morgen. Hey jongens, het is vandaag zondag en ik was me aan het klaarmaken, of ik ben me aan het klaarmaken om eigenlijk naar mijn moeder te gaan. Sorry, ik was even aan het dromen. Het is vandaag trouwens moederdag. Ten eerste, fijne moederdag voor alle moeders die naar mijn vlog kijken. En ik wilde dus vandaag met mijn moeder, wilde ik meenemen om iets te gaan eten buiten. Op het terrasje. Ik wilde naar Loetje. Volgens mij had ik het al eergisteren gezegd dat ik naar het terras wilde zondag. Maar het weer laat het gewoon echt niet toe. Het is echt super slecht weer. Dus ik weet niet of ik nou alsnog moet gaan of niet. Echt jongen. Ik word hier zo gefrustreerd van. Maar goed, ja. Het is moederdag, you guys. Dus ik ga gewoon de bloemen naar de brengen. Ik hoop echt niet dat jullie Jeremiah zal geschreeuwd horen op de achtergrond. Want hij is met mijn neefje aan het bellen. En ja, ze zijn druk. Ze zijn een spelletje aan het spelen of zo. Ik weet niet wat. Maar goed, dat dus. Ik ga het maar even verder klaarmaken. Ik zou eerst ook zo'n witte tuniekjurkje aan. Best lange, maar dit weer gaat zo mij helemaal vies worden. Dus ik ga nu even kijken voor een andere outfit. En dan pak ik jullie er zo weer bij. Zo jongens, ik ben klaargemaakt. Ik vind mijn make-up vandaag niet zo mooi zitten. Maar ja, dat komt ook doordat ik me niet zo best voel vandaag. Zo, ja, maakt niet uit. Moet ik niet uit doen. Anyway, wat ik vandaag aan heb is dus deze guest sweater. Laten we jullie even dichterbij pakken. Mijn broek is van de Primark. Ik ga gewoon met mijn blazer aan. En schoenen moet ik nog even kijken. Even snel schoenen aandoen. Jeremiah helpen. En dan zie ik jullie zo terug. Nou jongens, we zijn net naar de winkel geweest. We hebben even een bosje bloemen gekocht voor oma. En mij online. Die wil ik. I like hem. Mama, die bij wel echt. Jeremiah heeft deze uitgekozen. En we hebben eindelijk voor zo'n PlayStation dit ook gekocht. Zodat hij online kan spelen met zijn vrienden of zo. Wifi en de phone. Het is zo benauwd. En het regent trouwens ook niet. Het is echt super lekker weer. Ik dacht dat die 23 graden niet echt 23 graden waren. Maar het is echt 23 graden. En ik heb nu hartstikke dik aan. Dus we zullen er nog maar gaan bekijken. Nu gaan we snel. Abonneer op onze kanaal. Naar Amstelveen. Ja, als jullie nog niet geabonneerd zijn, vergeet niet te abonneren. Klik dat bolletje. Bolletje, wat zeg ik? Abonneer. Oké, ik heb het heet. Kanaal bedoel je? Niet zo schreeuwen. Ik heb het heet, we gaan nu rijden. Dus ja. Ik pak jullie er weer bij wanneer ik bij mama ben. Hey, ik heb die parkeer niet uitgedaan. Dag. Fijne moederdag. Dankjewel, lieve. Jeremiah, geef je die bloemen niet? Dankjewel. Nou jongens, we gaan nu kijken of het druk is. Ik hoop het niet. Zo, ons eten is gebracht. Heerlijk. Zo lang geen Loetje gegeten. Eet smakelijk, man. Maybe ding nam is why one door verbakken. Ik wil zeggen dat mijn zand aan die biefstuk. Ik ben echt raar. Eerlijk jongens, wat vinden jullie? Je biefstuk wordt niet helemaal doorgebakken te zijn. Ja. Want dan wordt het hard. Het wordt hard en droog en dan moet je lang kauwen. Je biefstuk moet gewoon medium wel done zijn. Nee, doorgebakken. Als jullie dit, nee, als jullie met me eens zijn. Trouwens, weet je wat? Laat gewoon onder in de comments weten hoe jullie die biefstuk eten. Nou. Ik vind doorgebakken wel lekker hoor. Medium wel done. Weet je wat het is? Omdat je hebt nog niet... Kijk, zie je? Het is gewoon gaar. Maar doorgebakken, dan wordt het echt hard. Het is gewoon maals nog. Niet echt hard. En volgens mij heeft hij een normale biefstuk voor je gedaan, geen balie. Bij jou was balie. Nee. Als het balie is, dan zie je nog die peperdingetjes erop. Ik heb enkele pepers erop gezien. Als je me voor balie laat betalen... Wat ga je zeggen? Zo lang geen brood gegeten? Ik ook. En nog bij wit brood. Het is echt heerlijk weer vandaag. Heerlijk. Die frietjes zijn wel lekker. Je moedersdag date. Dankjewel, schatje.